Vertrouwen. Sokken, een T-shirt en een broek. Joshua van 11 en zijn broertje Aiden van 8 pakken hun spullen bij elkaar. Het idee is dat uh, Oekraïne proberen te helpen, dat ze ook een slaapplek kunnen vinden. Dus ons idee was eigenlijk om soort van te laten zien dat je overal kan slapen als je een dak boven je hoofd hebt. Want we gaan alleen tent slapen. Er worden flatgebouwen gebombardeerd en dan wil je die mensen die het nog overleven, wil je helpen met geld. Nou, niet per se met geld, maar met drinken, eten, bedden, onderdak. Joshua wist meteen dat hij iets voor Oekraïne wilde doen. toen hij het nieuws zag. Ik hoorde dat nieuws dat, uh, dat uh, Poetin binnen heeft gevallen. En ik werd gelijk heel boos. En toen ik thuis kwam, ging ik scheldend omhoog omdat ik het niet, echt niet oké okay vond. Want Oekraïne heeft helemaal niks gedaan. En dus bedacht hij eerder al andere acties. Zo ging hij met vrienden langs de deuren om keekjes te verkopen. Allemaal om geld in te zamelen. Dat het naar mensen gaat die geen dak of huis hebben. Dat ze brood drinken, een bed en ja, allemaal kleine mogelijkheden krijgen om iets te doen. Alles bij elkaar hebben ze inmiddels al meer dan 400 euro bij elkaar ingezameld. Dat hielp wel. Maar de boosheid gaat nog steeds niet echt weg. Het verzakt misschien een beetje weg, maar het blijft altijd wel een beetje hangen. Ondertussen geniet Joshua ook van de logeeractie. Want slapen in een attractiepark is natuurlijk ook hartstikke leuk. Je gaat buiten slapen in Maduro-Dam, mini-Nederland. En niemand is er. Je mag er niet komen, maar wij wel. En dat vind ik gewoon super vet. Want je kunt ook een beetje rondkijken daar misschien. Ja. Ja, met de zaklamp, want anders zie je niks.